Ook vandaag is het weer ronduit zonnig weer in ons land. Voor de dichtstbijzijnde wolken moeten we toch een behoorlijk stukje fietsen. En dat zal ook morgen nog zo blijven. Dat komt allemaal door een hoge drukgebied in onze buurt. En dat hoge drukgebied zorgt ook voor de aanvoer van zeer zachte lucht. De temperaturen vanochtend op de meeste plaatsen rond een graad of 13. Maar vanmiddag loopt het kwik nog een stuk verder op. Met 18 tot 20 graden in het noorden van het land. En op de meeste plaatsen in het zuiden kan het 24 mogelijk lokaal zelfs nog zomers warm worden met 25 graden. Daarbij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten. Vanavond blijft het helder en nog vrij lang warm, met halverwege de avond temperaturen rond de graad of 18 op veel plaatsen. In het noorden in de iets koudere lucht is het wat frisser. Morgen opnieuw veel zon, dan wat warmere lucht dan vandaag. Temperaturen tussen de 22 en lokaal 26 graden. Er is wel iets meer wind dan vandaag. Meestal matig uit het oosten tot noordoosten. Op de Wadden soms vrij krachtig. Na het paasweekend zien we wat meer bewolking. Met veel als stapelwolken vanaf dinsdag. Woensdag valt er mogelijk een enkele regen of onweers bij. Maar de temperaturen die blijven voorlopig rond of boven 20 graden uitkomen. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.